Inmiddels gaan we verder met het eerste onderwerp. Een groeiend celgebrek met als gevolg een toenemend aantal arrestanten dat op vrije voeten moet worden gesteld. Drugsgebruik dat maar niet lijkt af te nemen. En een niet nagekomen belofte van de Rijksoverheid om het aantal politiemensen met 1300 uit te breiden. Zie hier zomaar een greep uit het grote aantal problemen waarmee burgemeester Van Tijn van Amsterdam te maken heeft. Anna Nijsters sprak met de heer Van Tijn. Nou, ik ben eerlijk gezegd de wanhoop nabij. We waren net zo lekker op drift met de criminaliteitsbestrijding, met een enorme inzet van politie en goede samenwerking met justitie, cellen achter de hand. Resultaat 10% daling in het afgelopen jaar. En nu zijn er een paar gebeurtenissen die ons de voet dwars zetten. Een van de gebeurtenissen die burgemeester Van Tijn dwars zit, is het terugdringen van de politiesterkte. Bij het aantreden van het kabinet werd de bestrijding van de criminaliteit als een van de hoofdpunten van het beleid aangekondigd. Om zo effectief mogelijk te werken, werd de wenselijke politiesterkte van de vier grote steden gemeten. Uit die wetenschappelijke onderzoeken kwam toen naar voren dat Amsterdam recht heeft op 4500 politiemensen. We hebben er op dit moment 3500. Daar kunnen we mee uit voeten, zeg ik eerlijk bij. Zij het dan veel langzamer, stap voor stap voor stap. Maar het is het absolute minimum. En daar komt nu plotseling een aantal kortingen bovenop, zodat we aan het eind van de kabinetsperiode niet op 4500 zitten. Ook niet op 37 of 35, maar op 3200. Nou, dat is natuurlijk 1300 niet meer uit te leggen. Zeker niet als het kabinet in het vooruitzicht stelt dat men de criminaliteit wil terugdringen. Maar bezuinigen is bekend, dat gebeurt in alle sectoren, dus ook bij de politie. Nee, men heeft in het regeerakkoord gezegd dat de politie daarvan moet worden uitgezonderd. En men zegt dat ook te doen. Alleen er zijn een paar gaten ontstaan, zoals op zoveel plekken. En nu moet er toch afgeslankt worden bij de politie. Ook omdat de politie doelmatiger moet werken, zegt het kabinet, een uitstekend uitgangspunt. Maar dat kan en mag niet betekenen, en dat geldt voor heel Nederland, dat er minder agenten op straat komen. Want de oplossing tegen de toenemende criminaliteit is, en dat hebben wij in Amsterdam aangetoond, veel agenten op straat. U bent bang dat straks de criminaliteit weer gaat stijgen? Nou, ik weet wel zeker dat de inspanningen van het afgelopen jaar niet op die manier kunnen worden voortgezet. Dat is logisch. En dat is natuurlijk belachelijk. Heel Nederland heeft altijd met het vingertje naar Amsterdam gewezen. Onveilige stad enzovoort. En we zijn ook het visitekaartje van Nederland. De beeldvorming van Nederland wordt ook een beetje bepaald door de vraag of wij hier de zaak in de hand kunnen houden. Nou, we hebben echt vorderingen gemaakt op dat terrein. Ook op het gebied van de openbare orde. Helemaal los van de criminaliteitsbestrijding. Het is een stuk rustiger geworden in Amsterdam. En dat willen we voortzetten, dat willen we uitbouwen. En nou gebeurt er dit. U moet er ook bij bedenken dat de regering 100 man bij een chaussee op mijn verzoek ter beschikking heeft gesteld om de politie te ondersteunen. Dan is het toch te dwaas voor woorden dat je in de komende jaren 300 agenten zou moeten ontslaan. De problemen zijn het eerst te verwachten in de binnenstad van Amsterdam. Want daar zit de harde kern van de drugshandel. Met man en macht wordt er op dit moment geprobeerd het aantal verslaafden terug te dringen. En met succes. We zijn erin geslaagd om dat aantal te verminderen. Met vele duizenden. Er zijn nog buitenlandse verslaafden, maar ook een stuk minder. Die magische aantrekkingskracht van Amsterdam is er niet meer in die mate zoals het hier geweest is. Het drugsbeleid van burgemeester Van Tijn is erop gericht de verslaafden zoveel mogelijk te ontmoedigen. Worden ze opgepakt, dan krijgen ze de keuze of met dwang de gevangenis in of met zachte drang afkicken. Een beleid dat in Den Haag gesteund wordt.
dwang en drang. Dat is zelfs de officiële titel van een regeringsnota. Dus we hebben gezegd, oké, samen verantwoordelijk. In Amsterdam zijn de grootste problemen... die kunnen worden aangepakt zoals we hebben gedemonstreerd. Maar geef ons wel de middelen. Maar dus verloopt het overleg... agenten, cellen, bedden, dat hebben we nodig. Het overleg hierover met de betrokken ministers verloopt constructief volgens Van Tijn, maar nog zonder resultaat. Voor de Jelinek-kliniek, waar verslaafden kunnen afkicken, zijn er meer bedden gevraagd. Maar het meest nijpende probleem is het cellentekort. Op zeer korte termijn heeft Amsterdam 250 extra cellen nodig. We hebben die 250 cellen nodig. En waarom? Kijk, de samenwerking met justitie is perfect. Die zitten ook met hun rug tegen de muur. Maar daardoor is vorig jaar het aantal wegzendingen van zware criminelen, nog niet eens de kleine criminaliteit, teruggebracht naar 30%. Dat is eigenlijk al onaanvaardbaar. Een derde van alle aangehoudenen. Dat is inmiddels, begin van dit jaar, opgelopen naar 50%. En dat dreigt, als er niks gebeurt, op te lopen naar hogere percentages. Nou, dat betekent dat de politie gedemotiveerd is, want waar doen ze het dan voor? En dan wordt het echt dweilen met de kraan open. Als die gasten die ze met veel moeite eindelijk te pakken krijgen, de volgende dag weer voor de deur staan. Een mogelijkheid die geopperd is in de Tweede Kamer om het tekort op te heffen is een drijvende baaiers, een boot ergens in de haven. Nou, die boot is welkom. Dat vinden we prima. Het zal ons een zorg zijn hoe die baaiers eruit ziet, als hij er maar komt. Een andere mogelijkheid is dat van de nieuwe celcapaciteit die in het land beschikbaar komt, een groter deel aan Amsterdam wordt toegewezen. Heeft u het gevoel dat de minister van Justitie wel openstaat voor de problemen van de gemeente Amsterdam? Ja, absoluut. Maar waarom dan toch die felle kritiek op dit moment? Omdat, kijk, hij heeft zijn handen in wanhoop ten hemel geheven in de Kamer en gezegd, ik heb geen geld. De regering geeft me geen geld. Hoe moet ik nou die boot financieren? Nou, wat de regering niet kan volhouden, dat veroorzaakt de problemen zowel van de minister van Binnenlandse Zaken als van de minister van Justitie, is dat men met een gelijkblijvend budget de strijd tegen de criminaliteit kan intensiveren. Dat is de weeffout in het regeerakkoord. Want er staat intensievere aanpak van de criminaliteit. En men doet een gelijkblijvend budget. Dat kan niet, dat is onverenigbaar met elkaar. En daar lopen bij de ministers op stuk. Daar loopt een Kamermeerderheid op stuk. En ik denk dus dat regeerakkoord iets wat moet worden bijgesteld. En daar loopt u ook op stuk, begrijp ik, nou, behoorlijk. Als burgemeester. Nou, behoorlijk, ja. Burgemeester Van Tijn was dat. De Europese boeren gaan een sombere toekomst tegemoet. Langzaam maar zeker worden de subsidies in de landbouw afgebouwd. Niet zonder slag of stoot, zo bleek in het Canadese Toronto, waar de regeringsleiders van de 7 grote industrielanden het niet eens konden worden over een Amerikaans voorstel om alle landbouwsubsidies binnen 10 jaar te laten verdwijnen. Een reportage van Michiel Linders. Bieten en tarwe. Zijn tarwe staat er goed bij. Maar als hij zijn oogst zonder subsidie, dus zonder EG-garantieprijzen, zou moeten verkopen, zou hij er nauwelijks iets voor krijgen. Ik denk iets van 18 cent of daaromtrent. Ik weet niet precies op het ogenblik. Terwijl we, per kilo. Terwijl wij, ik heb nu net afgelopen maand de tarwe verkocht voor 45 cent. En een aantal jaren geleden, toen was het 60 cent. Nou, als je van 45 naar 18 of 20 cent terug zou moeten, dat is niet eens genoeg om de huur van het land op te brengen. Dus laat staan om dan je kosten ook nog vergoed te krijgen van arbeid en machines en bespuitingen en bemesting enzovoort. Dus dat kan helemaal niet. Dan is er maar één methode in niks verbouwen. Niet alleen akkerbouwer Rem Meijer met zijn bedrijf net achter de Waddendijk in Groningen komt in de problemen als de garantieprijzen, de subsidies, volledig zouden verdwijnen. De subsidies zijn voor veel boeren van levensbelang. Kees van Bruggen van het Landbouw Economisch Instituut. Via die subsidies worden de opbrengstprijzen van de akkerbouwproducten en van melk en rundvlees ondersteund.
En dat betekent dus dat de akkerbouwers en de melkveehouders, en dan praat je over 60% ongeveer van de Nederlandse boeren en tuinders, dat die rechtstreeks afhankelijk zijn van die EEG-subsidies. Verder zijn de varkenshouders indirect een beetje afhankelijk. Aan de andere kant, bijvoorbeeld de glastuinders zijn nauwelijks afhankelijk, maar in totaal toch zowat 3/4 van de boeren en tuinders die te maken hebben met die EEG-subsidies. De inkomens van deze boeren zullen fors dalen als de subsidies worden stopgezet. Nog meer dan nu al het geval is, zullen boeren hun bedrijf moeten sluiten. Als er geen EEG-subsidies meer zouden worden gegeven, dan gingen de prijzen van landbouwproducten, van vele landbouwproducten, behoorlijk omlaag. En dan zou dus alleen diegene boer kunnen blijven die goedkoper produceren dan het gemiddelde van nu. Voorzitter Doornbos van het landbouwschap over het stopzetten van de subsidies. Dat zou voor een heel groot aantal Nederlandse boeren toch desastreus zijn, hoewel wij in Europa wat dat betreft vrij sterk staan. We hebben te maken met een Europees landbouwbeleid. Het zou zeker in de totaliteit van Europa totaal ondenkbaar zijn, omdat je een geweldige leegloop zou krijgen op het platteland. Een verwoestijning is inmiddels een term die daarbij is ingevoerd. En het is dus domweg ondenkbaar. De steun vanuit de Europese gemeenschap is de afgelopen jaren al fors teruggelopen. Als gevolg van de superheffing, de melkquota en de lagere graanprijzen stoppen nu al elk jaar 1 tot 2000 boeren met hun bedrijf omdat ze het niet kunnen bolwerken. Akkerbouwer Rem Meijer kent de voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Er zijn al heel veel collega-boeren van mij die ermee stoppen. Tot op dit moment is er dan altijd wel weer een buurman die het op de een of andere manier bijkoopt of huurt of middels hypotheken bij een bank probeert bij te betrekken. Maar op een gegeven moment houdt dat ook op. Als je geen enkele productie meer lonend is, ja, dan is er ook niemand meer bereid om nog iets voor grond neer te leggen. Dus dan, als dat punt bereikt is, ja, dan krijg je een soort totale verpaupering van het platteland. Nou, dat lijkt mij toch zeker niet de bedoeling. Dat mag gewoon niet gebeuren. Als de Nederlandse boer zijn producten zou moeten verkopen tegen prijzen die op de wereldmarkt worden geboden, zou de gemiddelde boerenboekhouding snel in de rode cijfers komen. Dankzij de Europese gemeenschap kan de Nederlandse boer rekenen op garantieprijzen. Terugval op de wereldmarktprijzen zou forse gevolgen hebben. Als je mensen alleen maar tegen wereldmarkt laat produceren, dus zonder enige vorm van garantieprijs, nou, dan krijg je naar mijn overtuiging geweldige fluctuaties. Suiker die nu 1,80 kost, volgend jaar 3,60. En een jaar erop misschien 1,20. Maar is dat wat de consument wil? Dat lijkt me niet. Dat zou het voor u ook betekenen. Dit jaar een inkomen, volgend jaar geen inkomen. Ja, als je wist dat je volgend jaar wel een inkomen had, dan zou je dit jaar kunnen overbruggen, wellicht. Maar als het een onzekere toekomst wordt, dat je dus ook niet weet of je volgend jaar een inkomen hebt, ja, dan kun je wel ophouden met boer zijn. Als Meijer zijn uitgaven afzet tegen zijn inkomsten, houdt hij niet veel over. Zeker niet als je bedenkt dat daarvoor werkweken van 50 tot 60 uur moeten worden gemaakt. En als je dan gaat kijken wat je per uur verdient, ja, is dat misschien een keer een tientje of 15 gulden. En dan praat je nog over verdiensten. Het kan ook zo zijn, als het jaar waar nu de gegevens van voor liggen, het afgelopen jaar, een heel slecht jaar geweest is. Dat er wellicht helemaal niks verdiend is. Dat er met 500 per uur, dat je daarmee naar huis gaat. De boeren houden hun hart vast, want in en buiten Europa wordt steeds vaker aangedrongen op verlaging van de landbouwsteun. Landbouweconoom Kees van Bruggen. Er wordt al een jaar of vier gepraat in het kader van de Wereldhandelsorganisatie om de landbouwsubsidies en andere beschermende maatregelen af te schaffen. De druk neemt toe, vooral van de kant van Amerika, maar ook van de kant van zeg maar Australië en Nieuw-Zeeland. Een belangrijk punt is natuurlijk dat de subsidies steeds meer de pan uitreizen en gewoon onbetaalbaar aan het worden zijn. En daardoor neemt de druk toe. Aan de andere kant zijn landen als Japan en ook de EEG die toch hun landbouw wel willen blijven beschermen. En dat is de tegendruk. En wat daar nou precies uit gaat komen, het zal wel een beetje een middenweg zijn. Ook het landbouwschap houdt er ernstig rekening mee dat de subsidies nog verder zullen dalen. Maar totale afschaffing wijst landbouwschapvoorzitter Doornbos af. Het is gewoon niet denkbaar. En dat is op dit moment ook wat de Europese regeringsleiders zichzelf ook goed realiseren. Het is wel een richting die wij met elkaar op moeten. We zijn wat te ver doorgeschoten met de subsidiëring. Daar zal dus wat moeten veranderen. Dat zal moeten gebeuren via de weg van de geleidelijkheid. Maar zal er niet toe kunnen leiden dat wij alle landbouwsubsidies totaal afschaffen. Om allerlei redenen, niet alleen de bescherming van de boer, maar ook vanwege een plattelands- en een milieubeleid. De regeringsleiders van de 7 belangrijke industrielanden konden het deze week tijdens de economische top in Toronto niet eens worden over het afschaffen van de landbouwsteun.
Maar dat is geen garantie voor de handhaving van de landbouwsubsidie in de toekomst. Het is een constante stroom van dit soort berichten, hè, die steeds de laatste jaren over ons komen. En ja, je krijgt wel een beetje een dikke huid wat dat betreft. Je denkt van nou, dat zal wel en ze bekijken het maar. Maar op een gegeven moment dan is voor ons de grens bereikt natuurlijk als landbouw. Dan lager dan op dit moment is naar mijn idee niet verantwoord. Wil je een gezonde landbouw in stand houden in de EG. Het probleem heb je dan wel in een heel mooi land zo te zien. Eén ding is zeker, de landbouwsubsidies gaan omlaag. De vraag is alleen in welk tempo. Alle ogen zijn nu gericht op de GATT, de Wereldhandelsorganisatie. Vertegenwoordigers van bijna 100 landen onderhandelen daar in Genève over het afbouwen van de landbouwsubsidies. En verwacht wordt dat de handelsministers de knoop in december zullen doorhakken. Jaap, is er nog nieuws uit Stuttgart van het voetballen? Jij is voetbalspecialist. Ja, er is nieuws van het voetbalfront. Het heeft er alle schijn van dat wij aanstaande zaterdag in München tegen de Russen in het veld zullen moeten komen. Want de wedstrijd Rusland-Italië die staat op het ogenblik op 2-0. 2 voor de Russen. De Sovjets scoorden in de 15e minuut van de tweede helft. Dat doelpunt werd gemaakt door Litovchenko. En een paar minuten later maakte Protosov er 2-0 van. 2-0 alweer voor Rusland. 10 minuten over 9:30, Veronica Nieuwslijn. De staat, dit is ons volgende onderwerp, die stopte er ruim 700 miljoen gulden in. Maar de vraag is of de consument hem wel zal willen. En dan praten we over een lang bewaard gebleven geheim, de nieuwste Volvo. De middenklasse van Nederlandse bodem gaat rond de 30.000 en 47.000 gulden kosten. Vandaag werd die geïntroduceerd en Rolf Pagano was erbij. De planning voorziet van ongeveer per jaar een 120.000 tot 125.000 440's per jaar te maken, wanneer we dus volledig op stroom zijn. Is dat een groter aantal dan de 340 nu bijvoorbeeld? Nee, dat is ongeveer hetzelfde niveau zoals wij dus ongeveer ook de 440 dus vandaag zien lopen, ja. Mijn eerste oordeel is erg gunstig. We hebben natuurlijk in de loop van de zeg maar afgelopen 3 jaar heel veel beeldmateriaal al gekregen. Spionagefoto's en van alles en nog wat. En daarbij heb ik steeds een beetje het hart vastgehouden van dat gaat de verkeerde kant op. Ik moet zeggen dat die mij in werkelijkheid dat die veel meer allure heeft dan die in de eerste beelden had. De Nederlandse overheid heeft ruim 800 miljoen gulden geïnvesteerd in de ontwikkeling van deze nieuwe Volvo. Het leeuwendeel daarvan is te beschouwen als een schenking, maar een bepaald deel moet wel worden terugbetaald. Die terugbetaling moet dan gebeuren uit de winst die met dit nieuwe type wordt gemaakt. En daarom is er tussen Volvo Car en de Nederlandse overheid afgesproken dat er per verkochte 440 een vast bedrag terugvloeit in de Nederlandse staatskas. Volvo Car is voor 70% in handen van de Nederlandse staat. Een paar jaar geleden ging het niet zo goed met het bedrijf en om de werkgelegenheid veilig te stellen besloot de politiek steun te verlenen aan de Limburgse autofabriek. In het totaal voor bijna 850 miljoen gulden. Geld te gebruiken voor de ontwikkeling van de nieuwe Volvo 440. Het Partij van de Arbeid Kamerlid Henk Vos over deze financiële injecties. Een deel daarvan zal worden terugbetaald aan de Nederlandse staat. Een ander deel daarvan zal binnen de onderneming blijven. Zal in een speciaal fonds worden gestort, waarmee dan de volgende generatie nieuwe automobielen moet worden ontwikkeld. Van de 850 miljoen overheidssteun mag ongeveer 70% bij Volvo Car blijven, als die maar gereserveerd wordt voor de ontwikkeling van nieuwe modellen. Dus ongeveer 30% moet worden terugbetaald. Nogmaals, Kamerlid Henk Vos. Kijk, er wordt per auto terugbetaald.
dat hebben we afgesproken vrij kort geleden met de minister. De minister heeft daar ook overeenstemming over met Volvo zelf. Hoeveel dat bedrag is, dat vertel ik u liever niet. Want u bent niet de enige die daarin geïnteresseerd is. Ook de concurrenten van Volvo zouden dat heel graag willen weten. Volvo gaat 120.000 440's per jaar produceren. Na hoeveel jaar denkt men de schuld aan de staat te hebben afbetaald? President-directeur De Leijen. Het is inderdaad zo dat we dus met de overheid een regeling getroffen hebben. Ook met onze collega's in Zweden, met Volvo. Dat betekent dat we een deel van die centen inderdaad terug moeten storten in twee fondsen. En dat betekent ongeveer dat het toch zo ongeveer een achttal jaar zal aanlopen voordat we uiteindelijk het totale bedrag zullen teruggestort hebben. En wat Kamerlid Vos niet wilde zeggen, kunnen we nu zelf op een klad papiertje uitrekenen. Er moet 255 miljoen gulden worden terugbetaald. In 8 jaar, zegt de heer De Leijen. En er worden 120.000 auto's per jaar geproduceerd, dus ongeveer 1 miljoen auto's in die 8 jaar. Het rekensommetje leert dan dat er per auto ongeveer 250 gulden naar de Nederlandse staat gaat. Met welke andere auto's moet de Volvo 440 op de markt gaan concurreren? Willem Leniger, hoofdredacteur van de Autokampioen. De Volvo 440 die komt in het segment van de Opel Ascona, waarvan overigens in oktober een nieuw model wordt geïntroduceerd, die Opel Vectra gaat heten. Verder de Ford Sierra is natuurlijk een heleboel belangrijke concurrent in dat segment. En de Volkswagen Passat die heeft zichzelf eigenlijk met het nieuwe model een beetje omhoog gewerkt. Dus daar staat hij niet echt meer tegenover. De nieuwe Volvo is een automobiel vanaf 30.000 gulden. En dan duurdere versies tot bijna 50.000 gulden. Is dat een publieksauto? Het is een auto die valt in een klasse waar toch een 25-30% in Nederland in verkocht wordt. Het is zeker een publieksauto. Je moet niet te veel verkijken op die prijzen. Want de gemiddelde autoprijs ligt tegenwoordig al ver boven de 20.000. Dus 30 mil, daar begin je heel snel aan met een auto die een beetje volume heeft. Bij Volvo Car BV werken nu 5000 mensen. Hun werkgelegenheid is met de komst van de nieuwe 440 voor de komende jaren wel verzekerd. Sterker nog, tijdelijk is er plaats voor 250 werknemers extra in verband met de introductieactiviteiten van de 440. Het buitenland nu, alweer bijna 8 jaar, bevechten de Iraniërs en Irakiërs elkaar op leven en dood. Kan u niet onbekend zijn. Wat minder mensen weten, dat er meer partijen bij het conflict betrokken zijn. Onder andere een compleet uitgerust legertje Iraniërs die tegen hun landgenoten vechten. Duizenden en nog eens duizenden mannen en vrouwen die het om uiteenlopende redenen niet eens zijn met het bewind van de Ayatollahs in hun land. Ze noemen zich de Mujahideen. De vrijheidsstrijders. Afgelopen weekend rukten ze de Iraanse stad Mehran binnen. George Mustert bericht. Zo begint het half uur durende beeldverslag dat het Iraanse verzet heeft gemaakt van zijn eerste grote offensief tegen de troepen van Khomeini. De naam van de operatie was Stralende Zon. Hij werd eind maart uitgevoerd. Er zijn geen buitenlandse journalisten bij de militaire actie aanwezig geweest. Deze reportage, met tenminste 3 cameraploegen opgenomen, heeft het Iraanse verzet zelf gemaakt. Het is triomfantelijke oorlogspropaganda, waaruit de kracht van het verzet moet blijken en de kwetsbaarheid van Khomeini's soldaten. De Mujahideen, letterlijk betekent dat strijders, hebben in Iran jarenlang gevochten tegen het bewind van de Shah. Na de revolutie van 1979
leek er in het nieuwe Iran aanvankelijk ook een politieke toekomst voor hen te bestaan. Maar de islamitische geestelijkheid, onder aanvoering van de Ayatollah Khomeini, trok in 2 jaar tijd alle macht naar zich toe. En dat leidde tot een reeks bloedige aanslagen, uitgevoerd door vooral de Mujahideen. Bij de massale onderdrukkingscampagne die volgde, zijn duizenden mensen geëxecuteerd, gevangen gezet en het land uitgevlucht. Onder hen de afgezette president Bani Sadr en Rajavi, die samen de Nationale Verzetsraad gingen aanvoeren. Met betogingen in verschillende Europese steden is deze week het 7-jarig bestaan van die verzetsraad gevierd. Hier Amsterdam, waar 200 mensen demonstreerden. Nationaal is het verzet allang niet meer. Bani Sadr is eruit, net als de Koerden. Alleen de Mujahideen zijn nog overgebleven. Verzetsleider is nu Massoud Rajavi, die altijd samen met zijn vrouw wordt afgebeeld. Waaruit bestaat de achterban van de Mujahideen? De heer Soeterik van het MERA, een onderzoekbureau voor het Midden-Oosten. De achterban van de Mujahideen wordt met name gevormd door mensen afkomstig uit de stedelijke middenklasse. Veel leden van de Mujahideen hebben onderwijs of zelfs hoger onderwijs gevolgd. Studentenmilieu dus. De ideologie van de Mujahideen is een mengsel van islam en marxisme. Dat tref je ook aan in het milieu van de Mujahideen. Men respecteert de islam, men ziet het als een inspiratiebron, maar niet als leidend beginsel voor het strikte dagelijks leven. In dat opzicht verschillen ze ook in belangrijke mate van de echt fundamentalistisch georiënteerde Iraniërs, waar de islam als leidend beginsel tot in alle facetten van het dagelijks leven terug te vinden is. Volgens de Mujahideen kan de aanhang van het verzet worden gevonden in alle geledingen van de maatschappij. Woordvoerder Kermani van het Iraanse verzet. Als u we hebben een lijst gepubliceerd van de 14.028 martelaren van de Iraanse revolutie tegen het regime van Khomeini. Op basis van die lijst, want ik zal die lijst aan u geven, op basis van die lijst ziet u dat aanhang van Mujahideen zijn van alle lagen van de bevolking. Van huisvrouwen tot universiteit, professoren en artsen. Dus van alle lagen. Arbeiders, huisvrouwen, ambtenaren, noem maar op. Mujahideen zijn een volksbeweging. Sinds een jaar beschikt het verzet in Iran over een complete georganiseerde strijdmacht. Geuniformeerd, voorzien van tanks en zware wapens. Lange tijd zijn de acties van het verzet beperkt gebleven tot guerrilla-achtige hit-and-run aanvallen. Men doet er verslag van in onder andere deze brochure. Het toont de plaatsen, vooral in het grensgebied met Irak, waar aanvallen op posities van het Khomeini-bewind hebben plaatsgevonden. Volgens hun eigen opgave zijn er zo in heel 1987 rond de 100 acties uitgevoerd, waarbij 8.500 Iraniërs werden gedood of gewond. Het moet de indruk wekken van een steeds sterker wordende gewapende oppositie. De operatie 40 sterren van de afgelopen dagen is de grootste tot nu toe. Gericht tegen de stad Mehran, vlak over de grens in Iran. De beelden die we daarvan tot onze beschikking kregen laten geen gevechten zien. Volgens het verzet zouden 8000 Iraniërs zijn gedood of gewond. Dat is bijna net zoveel als in het hele vorige jaar. Om de stad Mehran zelf is volgens waarnemers niet gevochten. Die is al jaren kapot en verlaten. Bij gevechten elders in de omgeving zou voor 1 miljard dollar aan wapens zijn buitgemaakt. Teheran geeft toe dat er strijd geleverd is, maar heeft het alleen over troepen van aartsvijand Irak. Het verzet spreekt verder over 1500 gevangen genomen Iraanse regeringssoldaten. Wat wil de Mujahideen met deze gewapende actie bereiken? Woordvoerder Kermani van het Iraans verzet. De strategie van Mujahideen is om de druk van de steden af te halen. En zodoende, en dat zal voldoende zijn om de bevolking in opstand te brengen tegen het regime van Khomeini. Wij zijn achter om een volksopstand teweeg te brengen. Maar dat is in 8 jaar tijd nog niet gelukt. Dat zal binnenkort lukken. Zegt dat niet iets van de zwakte van uw beweging? Uh,
Kijk, als u heel goed kijkt, ziet u dat wij heel actief zijn geweest tegen het Khomeini-regime. En nu nog kunnen we 22 brigades inzetten tegen het regime van Khomeini. En dat is genoeg van onze sterkte. De onderdrukking van het verzet door Khomeini is bloedig en effectief geweest. De sociale controle binnen Iran is groot en niet alle ontevredenheid over Khomeini is bovendien hetzelfde als sympathie voor het gewapende verzet. Over de steun die het verzet binnen Iran zegt te hebben, bestaat daarom veel skepsis. Al wilde Mujahideen door een actieve publiciteitscampagne een andere indruk laten ontstaan. De heer Soeterik van het onderzoekbureau voor het Midden-Oosten. Die is goed georganiseerd. Dat is ook de reden dat de meeste mensen, ook als ze zullen denken aan oppositionele groeperingen, Iraanse oppositionele groepering, dat ze dan snel aan de Mujahideen zullen denken. Ze zijn zeer actief, ook in Nederland. Een van hun acties is het inzamelen van handtekeningen en geld om het verzet te ondersteunen. Menig een zal ze wel eens aangetroffen hebben bij de grote winkelbedrijven in de grote steden. Daarnaast treden ze met demonstraties naar buiten. Dus inderdaad, ze timmeren in Nederland en ook niet alleen in Nederland, ook daarbuiten via advertentiecampagnes behoorlijk aan de weg. Maar dat dekt niet de omvang van hun steun in Iran. Dat is de algemene inschatting, dat dat de propaganda een beeld schetst dat niet overeenstemt met de feitelijke situatie in Iran. Tegen een strategische hoofdweg bij Desful was eind maart het eerste grote offensief van het verzetsleger gericht. Hier wel beelden van gevechten. Het hoofdkwartier van het verzet zit in Bagdad en er wordt geopereerd vanaf Iraaks grondgebied. In de ogen van veel Iraniërs is dat steun zoeken bij de vijand. Want wat men ook van Khomeini vindt, Irak is met de oorlog begonnen. Het verzet ontkent overigens in alle toonaarden dat het steun krijgt van Irak. We hebben een deskundige van de Koninklijke Militaire Academie in Breda gevraagd naar de beelden te kijken. Hij is luitenant-kolonel Hof, docent strategie. Acht overste hoffen denkbaar dat zo'n grote legereenheid als het Iraanse verzet zegt te hebben kan opereren zonder militaire en financiële steun van Irak. Kijk, het opereren zelf daar op dat gevechtsveld, dat zou best zelfstandig gebeurd kunnen zijn. Maar het meest belangrijke natuurlijk is de voorbereiding. Die voorbereiding vereist in de eerste plaats de logistieke voorbereiding. Dat wil zeggen, mijn benzine, mijn munitie, mijn eten, al die dingen meer. Dan vereist die voorbereiding de professionele scholing vanaf de commandant tot en met de soldaat. De schutter van de tank. Zonder advies van buitenaf is dat vrijwel niet mogelijk. Of ook de wapens waar het Iraanse verzet mee vecht zijn geleverd door Irak, is uit de beelden niet op te maken. Ze zijn van Russische makelij, maar beide partijen gebruiken die wapens. Wat hebben dit soort omvangrijke acties van het verzet voor militaire betekenis? Volgens de heer Hof, docent strategie aan de KMA, maar weinig als het offensief op zichzelf zou staan. Maar de vraag is natuurlijk, welke follow-up heeft dit? Is dit nou een incident na een jaar voorbereiden dat je dit weet te doen? Of heb je zoveel kracht dat je verder kunt gaan? Psychologisch is het van groot belang voor de geloofwaardigheid van zo'n volksbevrijdingsleger, laat ik het dan zo even noemen. Maar militair gesproken zet het weinig zoden aan de dijk, begrijp ik het woorden. Ja, denk ik. Ten slotte het feest van gisteravond, de wraak voor 1974. Na afloop van de wedstrijd in Hamburg ontlaadde de spanning zich. Gerberg feestte mee met Oranje. Ik zeg, dat is een stukje van je leven om dat mee te maken, wat vanavond meegemaakt heb. Is het zo belangrijk voor u geweest? Ja, tuurlijk. Dit is heel belangrijk voor ons geweest. Ik loop jaren in mijn Feyenoord mee. We are the champions, we are the champions. Ole, ole, ole. We are the champions, we are the champions. Nou, dit is pure propaganda voor het voetbal. Grandioze spanningen.
maar geweldig. Historisch gezien ook correct, lijkt me. Ik refereer aan 74. Het is een hele goede revanche voor 1974. Het is eigenlijk eenzelfde opbouw wat de doelpunten betreft geweest, maar dan omgekeerd. En daar ben ik erg blij om. En u zegt ook, heel belangrijk denk ik, dat het een voorbeeld is geweest van hoe voetbal moet zijn. Hè? Ook met de supporters. Nou, precies. De supporters, geweldig. Ik weet dat de KNVB er erg veel aan heeft gedaan. De politie heeft allemaal prima gedaan. De supporters zelf, wat een sfeer. Nou, echt, zo moet voetbal altijd zijn. Ik wist niet dat de oppositie ook voor voetbal is. Oppositie is ook voor Nederland. Ja. Wat voor gevoel geeft dat nou? Deze wedstrijd, schitterend. Schitterend spel, natuurlijk prachtig dat we winnen, maar nog veel mooier de manier waarop. Echt propaganda voor het voetbal, propaganda voor Nederland. Supporters die een ambiance geven in het stadion van je welste. En voortreffelijk supportersgedrag, dus wat wil je nog meer? Mag ik u één voetbalvraag stellen? Mag ik u één voetbalvraag stellen? Hoe kijkt u terug op deze wedstrijd? Fantastisch. Ja. Wat was wat u betreft het mooiste moment? Die tweede strafschop. Ja, wat je verdient? 2-1 was het allermooiste natuurlijk. Ja, dat is prachtig. Ja. Had u nou vaker een voetbal in vervolg? Ik wel, zeker. Zaterdag. Ook München er ook bij? Ja, waarschijnlijk wel. Een prognose, kleiner misschien? 2-1 voor Nederland. Weer. Laat u lekker eten. Ja, bedankt. Met geen pen te beschrijven. Met woorden kan je dat allemaal niet eens zeggen. Het is zo onvoorstelbaar wat we vanmiddag hebben gezien aan voetbal. Het is het beste voetbal wat ik in de afgelopen 10 jaar heb gezien. Zelfs in Mexico heb ik niet zulk mooi voetbal gezien. En kijk, dat ze van 1000 hebben gewonnen, dat vergoedt natuurlijk het meest. hoe zie jij die finale? Want het zullen de Italianen worden, hopen we allemaal. Dan wordt het Italië tegen AC Milan, zullen ze strijden. Ik denk dat Rusland en Italië allebei die 3 dagen niet meer kunnen slapen. Want Nederland gaat dit winnen. Echt weten? Ja, zeker weten. Wat gaan we vanavond doen, Hans? Nou, ik denk gigantisch feest. Dit is echt... ik zei je, dat meen ik oprecht, hè. Ik heb 74 heb ik voor de buis gezeten met mijn oranje shirtje aan. En dit droom je van om die Duitsers in eigen land te verslaan. En ik heb de Europa Cup een maand geleden gewonnen, maar dit is nog veel mooier. Is het zoete wraak bijna? Nou, eerlijk, ja, voor mijn gevoel wel. Ja. Het is zo ontzettend. Je merkt het hier. Je merkt het in Nederland, je merkt het overal. Dit is gewoon onwijs gaaf. Lekker feest vieren. Dankjewel. Hoi. Hans, ga naar boven. Het beste, hè? Hey. Zo goed voor jezelf, is hij? Bel je me op, als je ja. Zullen we eens met een... Nee, ik ga eens met vakantie. Oké. Okay. Je moet je scheren, man. Cruciaal moment. Hè? Je deed het alsof er niks aan de hand was, maar zo gaat het niet, lijkt me. Nee, het is natuurlijk een heel moeilijk moment, omdat je, als je hem eventueel mist, dan is het misschien gebeurd voor de eventuele finale te behalen. En, maar er moet nog eentje heen, dus, en ik ben de man ervoor die hem dan neemt. Dus, gaat het verstand dan op nul en rammen maar? Ja, niet rammen maar. Ik heb hem wel bewust een hoek gepakt en niet met ogen dicht geschoten. Dus dat doe ik ook nog niet. Auch. Ja, auch. Aber auch voor die Hollanders. Was het extra belangrijk voor jou om van Duitsland te winnen vandaag? Nou, het was belangrijk om te winnen van Duitsland omdat we de finale zouden kunnen bereiken. En er spelen natuurlijk een heleboel andere rollen. Maar dat merk je pas naderhand eigenlijk. Dan zie je zelf wel emoties loskomen bij mensen. En ook wat je de journalisten, er waren oude journalisten bij, die echt zo geëmotioneerd waren. Moet je kijken, hij speelt echt de bal.
Ja. Geen penalty, hè? Hè? Geen penalty, hè? Het was er wel een. Die schaats zich te floten voor. Het zijn die andere hier. Afgelopen uit. Het was een man die scoorde en incasseerde trouwens. De Sovjets zitten aanstaande zaterdag in de finale. Dat hebben ze bereikt via de volgende merkwaardige reeks. Winst op Nederland, gelijkspel tegen de Ieren, winst op de Britten en vanavond winst met 2-0 op Italië. Dus we krijgen opnieuw een wedstrijd Rusland tegen Nederland. En dan nog heel kort even een telexbericht. Er gaat een groot aantal chartervluchten van een bekende Nederlandse luchtvaartmaatschappij met F-27, 28 en Airbussen naar München om iedereen die daarheen wil heen te brengen om daar te kunnen gaan kijken. Jaap, ik ben heel benieuwd. Mag ik jou een gewetensvraag stellen? Denk je dat er ook heel veel, jij weet niet zoveel van voetballen, wel veel van politiek, denk je dat er heel veel chartervluchten met Yushins van Aeroflot uit Rusland komen naar München? Ik denk dat het minder met politiek dan met economie te maken heeft. Ik denk dat de Russen best zouden mogen van Gorbachev, perestroika en glasnost. Maar ze hebben eenvoudig weinig geld. Maar dat heeft natuurlijk wel een goede kant. Daardoor zijn er veel meer kaartjes beschikbaar voor Nederland. Ja, maar bijna links in. Ja, goed. Hoe het zij, aanstaande zaterdag zal Veronica vanaf 6 uur uitgebreid aandacht besteden aan het voetballen, aan de finale en alles daaromheen. Nieuwslijn komt terug aanstaande woensdagavond weer om 10 minuten voor 9:30.